Nee, hij staat helemaal niet aan. Oh, je waast het wel aan. Ja. Ons vlog. Ja, dit keer zijn we samen, want we hebben elkaar nodig voor deze uitdaging, hè? Ja. We zeggen even in het Nederlands hoe het heet. Hoe goed ken jij mij, challenge is dit? Ja. Ik ken jou heel goed. Het is namelijk zo. Dionne begint eerst. Die stelt een vraag aan mij. Over haar. Als ik het goede antwoord heb. Hoe doe je dat? Leuk. En als je dan het goede antwoord weet, dan zit je safe. Dan krijg je geen slagroom. Wat gaan we doen? Dat heb je van je vader geleerd, hè? Laat maar zien wat je van je vader hebt geleerd. Oké. Even vast. Lekker. En nou je tong op je puntje van je neus. Ziet er helemaal ranzig uit. Lukt niet, hè? Nee. En je moet schudden. Kom dan. Je moet schudden. Ik heb het gedaan. Ja, maar nog meer schudden, denk ik. Je moet gaan aanvallen, of niet? Zij stelt een vraag aan mij. Over haar, heb ik het goed? Zit ik safe? Heb ik niet goed? Dan krijg ik een lekkere klotter slagroom van haar. En daarna stel ik een vraag aan haar. Over mij. Heeft het goed? Krijgt ze niks. Heeft het niet goed? Kunnen we nou beginnen? Ja, is goed. Welke kleur schoenen draag ik bij mijn vader? Het is eigenlijk niet eerlijk, hè? Want jij wisselt met schoenen. Welke kleur? Hmm. Op dit moment bedoel je? Ja. Paars. Zwart. Dus, wat betekent dat? We doen het gewoon op ons hand. Heb je even voor mij? Doe er wat slagroom bij. Maar niet zo hard, man. Kan het wat zachter? Gadverdari. Moet iets er bij zitten, denk ik. Oké. Oh my god. Ja. I'm sorry. Jeetje, dat was best wel moeilijk. Ik moet echt even denken. Wat is mama's lievelingsdier? Paard. Ja, dat is goed. Jij bent... Waar wil ik heel graag heen? Op vakantie. Hoe heet dat ook alweer? Volgens mij is dat waar je met je vader heen gaat dit jaar. Maar... Dat weet ik niet meer hoe dat heet. Dus ik zeg maar Euro Disney. Nee. Zonneburg. Oh. En wat betekent dat voor mij dan? Ik ben er goed in, hè? Maar niet keihard, hè? Want het doet gewoon pijn bij jou. Ik was niet meer. Ik zat daar met Tom Nusser. Ik was wel een beetje ouder. Oké. Nee, ik wil mijn muts ophouden. Het ziet er nog een beetje mooi uit. Zo. Hoe oud ben ik? Oh my god, nu krijg ik het. Ik ben 38. Je mist een jaartje. Dat is niet de bedoeling. Oh my god. Ik heb verder schulden. Oh, ik heb hier een mooi toefje. Moet je nou eens even met in beeld. Even kijken. Dat was in mijn oog. Oh, wat zielig. Waar ben ik? Oh, kom maar. Ja, dat doe ik nu. Als ik het doe, dan doe ik het goed, hè? Ja, ben je er weer? Oh my god.
Oké. Jij bent. Vraag van mij iets nog aan me. Ja. Wel vandaag nog. Er zit een film op. Hallo, hier ben ik. Wacht even. Ik weet dat het zo voor jou. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe vaak jij de honden uitlaat van papa en Corrie. En jou. Dat weet ik niet. Toch? Dan heb ik me goed, toch? Ja. Oké. Snurk ik in mijn slaap? Ja. Klopt. Jij bent... Ja, hoe oud wil ik worden? 1000? Wil je wel worden? 900. Niet echt een eerlijke vraag, maar ja, doe maar wat slagroom. Pas ben je leuk. Ze is niet goed. I'm not at home. Wat? Ja, hallo. Even een stapje achteruit, want ik hoef het niet op mijn... Niet. Dat vindt de cameraman niet zo geweldig. Oké, ik zie er leuk uit. John krijgt Sinterklaas wel. Wat voor maat onderbroek heb ik? Heb ik M? Oh, heb ik L? Of heb ik XL? XL? Nee. Ik heb wel een grote vorm, maar... Jan, niet op mijn oog, niet op mijn oog, ja? Nee, gewoon lekker op je mond. Zo, de Sinterklaas niet. Zo zeg ik de Sinterklaas niet. Oké. Okay. Jij mag vragen. Soms. Dus dat doe je wel. Dus dan ben ik safe. Hoef ik niet. Geen slagroom. Oké. Wat voor maat schoenen heb ik? La 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 la. Oh. Ja, dat heb ik geen baan. Maar ik heb mooie sokken, jongens. Kijk. Hé, zeg er van mij wat. Oh, kijk. Mijn sokken. Wauw. Ik heb mijn sokken even laten zien. Jij ook? Oh, het is... Ik hang die handen op mijn gegeven moment. En zo'n hondje. Kijk. Je moet. Oké. Zo. Hier, een hondje. Ja. Een hondje. Een hondje. Een hondje. En ik heb... Wie heb ik? Marley Monroe. Tja. I'm Marilyn. Hello, Mr. President. Oké, verder. Wie was nou? Ik. Oké, vraag maar wat. Hoe lang haar? Nee. Wacht, jij hebt nog geen antwoord op mijn vraag gegeven. Over wat voor maat ik heb. En dan moet je niet uit de camera beeld gaan, omdat je bang bent dat je slagroom in het feest krijgt. Kom zitten. Kom maar bij! Gezellig! Ik heb 2 bussen nu, dat heb ze nog niet in de gaten. Ik heb er 2. 3. 38. Oh. Heb jij mazzel, hè? Je hebt goed! Chips!
Oké, jij mag vragen. Ik denk ik heb een goede. Ja. Oké. Als je nou bijvoorbeeld zegt, op wie ben ik verliefd? Dat weet ik. Dan weet ik het. Ik wil nooit jongens. Oh, je valt op meisjes, dat mag. Nou, dat is erg asociaal hoor. 3 strafpunten. Vanavond na het eten naar... Niet meer doen, oké? Oké? Oké. Zelfs op camera moet je ja mama zeggen hoor. Nou dus. Ja mama. Goed zo. Welke maat schoenen heb ik? Oh, als ik dat niet eens weet. Nou, er zit wel eens fout mee. Dan bel ik je vader weer op. Zeg, wat voor maat heb je ook alweer? Ik had grote schoenen. Volgens mij heb je nu maat 26, toch? Ja. Wel. Welke maat heb je dan? 30. Ben je alweer gegroeid? Oké, kom op in de slagroom. Oh, een slagroom! Oh my god. Niet hard, hè? Oh, nee, heb je maar zo. Oh, wat zullen we stinken straks, hè? Ik kijk door mijn hoed. Het regent, het regent. Slag van de regen. Oké. Oké, deze weet je niet. Nou, echt ophouden. Spuit je helemaal onder. Hoe oud was ik dat ik mijn eerste tatoeage kreeg? 28? 23. Had ik bijna goed. Nee, dat wou ik ook niet doen. Ik wou gewoon zo. Even appie. Ja. Muts weer op. Zo. Ziet er mooi uit. Oké. Jij bent... Ik heb het glaas niet. Nee. Er ligt geen klepboom op mijn tuin. Oh. Nou, jij bent... Jij mag vragen. Ik weet alles. Best wel lekker, hè? Zeg, ben je stroommisselijk? Gelukkig ga je zo direct naar je vader. Niet. Kijntje. Nou, vertel. Vandaag nog. Ik weet niet hoor, maar misschien moeten we nu de laatste vraag doen. Ik zie nu dat we al 13 minuten met deze onzinslagroom zitten te werken. Nou, Wim. Dit is gezellig. Hey. Dus, wat doen we? De laatste vraag. Wat voor kleuren lodi had ik? Blauw. Wat krijg ik nou? Wat voor kleuren lodi had ik? Los. Ja, dat is allemaal van die simpele vragen, weet je. Weet je, we houden gewoon even een leuk slagroomijntje, toch? Oh mijn god! Doen we gewoon... Yo! Oh, wat wil jij een mooie taart! Nou, maar even bij mij doen. Kom maar. Zal ik je even helpen? Het regent. Nou jongens, dit was de Wat weet ik van jou vlog. Dat was weer gezellig. Ik vond deze uitdaging een beetje slappig, maar even weer een beetje lol en we ruiken lekker zoer. Zuur. Het ziet er geweldig uit. Hoi!
Wow, zeg even doei!